Goedenavond, welkom bij Nieuwslijn. Poterrammers doen het uit angst. Is het plan Simons gezond voor de patiënt? En zinloos geweld in Zuid-Afrika. Angst voor homoseksualiteit blijkt voor de zogenaamde poterrammers het belangrijkste motief te zijn om homo's in elkaar te slaan. Dat is een van de opmerkelijke conclusies van het eerste wetenschappelijk onderzoek naar plegers van geweld tegen homoseksuelen. Jaarlijks worden er enkele duizenden mannen slachtoffer van deze vorm van agressie. Ilse van Wingerden begaf zich in de wereld van slachtoffer en dader. Ik denk dat deze jongens haarscherp aangeven hoe homoseksualiteit door veel mensen in onze samenleving gezien wordt. Toch als anders en ook als slecht, iets wat niet goed is. De beelden die u net gezien heeft zijn in scène gezet. Maar ze zijn gebaseerd op de bittere waarheid. Homohaat komt nog steeds regelmatig voor. Vaak op speciale ontmoetingsplaatsen, in de stad of langs de snelwegen, waar homo's op zoek zijn naar... Het wordt hier nu werk eigenlijk, vluggetjes. Daar komen ze eigenlijk voor. Ze komen van het werk af of van school of wat dan ook. En dan reizen ze er even langs en dan hebben ze het bos in. En dan speelt ze zich dus af. De 46-jarige Jan uit Arnhem komt hier vaak. Hij is meerdere malen slachtoffer geworden van poterrammerij. Jan wil anoniem blijven. Nou, dan beginnen ze te schelden. Dan roepen ze vuile flikker of vuile poot. En we zullen je dat wel afleren. Ze schopte mij op een gegeven moment in mijn kruis. En toen kwam de tweede erbij. En die begon ook te schoppen en te slaan. Tegen mijn hoofd. Ik raakte nog een tand kwijt. Ik ben naar de tandarts toe geweest. Ik heb dus aangifte gedaan op het politiebureau. De daders die Jan hebben mishandeld zijn gepakt en veroordeeld. Puur toeval. Want vaak doen slachtoffers geen aangifte van poterrammerij. Het is een relatief gezien vrij makkelijke... groep slachtoffers die ze uitkiezen. En waarom? Die mensen die komen daar in de anonimiteit. Ze zoeken daar contacten. Ja, en naar de buitenwereld willen ze dat ook vaak niet bekendmaken. Het gevaar wat erachter zit is dat de mensen die zich daar ophouden en slachtoffer worden van geweld, dat die min of meer vogelvrij worden. En daarom is het zo belangrijk dat die mensen ook daadwerkelijk hetzij melding doen bij de politie, hetzij aangifte doen bij de politie. Wat voor jongens zijn dat die zich schuldig maken aan poterrammerij? En waarom doen ze het? Dat onderzocht Henk van der Boogaard. Hij deed in opdracht van de overheid als eerste wetenschappelijk onderzoek naar poterrammers. Van der Boogaard werkt bij het NISO, het Nederlands Seksuologisch Instituut. De eerste conclusies zijn... Je komt ze tegen uit de sociaal gezien zwakkere lagen. Je komt ze ook tegen uit de zogenaamde betere lagen. Ik heb jongens gesproken waarvan de vader burgemeester was of kinderrechter. Wat ze in ieder geval niet zijn, geen van allen, en dat vind ik ook een heel belangrijk gegeven, ze behoren niet tot wat een collega van me eens genoemd heeft, de sociaal ongewenste jongeren. Ze horen niet bij die onderste laag van de samenleving, waarvan je bijna kunt zeggen, ja, die moet je opgeven omdat je daar geen kans mee hebt om iets mee te doen op het terrein van preventie. Poterrammers komen dus in alle milieus voor, opereren vrijwel altijd in groepsverband, en hebben zich schuldig gemaakt aan kleine criminaliteit. Opmerkelijk is hun angst voor homoseksualiteit. Dit blijkt het motief voor hun daden. Deze jongens zijn van mening, bijna stuk voor stuk, dat je homoseksueel wordt. Dus niet dat je zo geboren wordt, die bijzondere geaardheid. Je hebt de 5% of 10% van de Nederlandse bevolking. Nee, je kunt het worden. Als je het kunt worden, kun je het dus zelf ook worden. Dus moet je zorgen dat je afstand bewaart ten opzichte van een homoseksuele man, want je kunt het worden. Daaraan gekoppeld, ik denk dat dat heeft heel duidelijk te maken met hun, lijkt me zo, met het motief waarom ze zich keren tegen homoseksuele mannen. Want als ik hun vraag, wat ik gedaan heb, stel dat jij homoseksueel zou worden. Nou, de meesten zeggen dan dat het ondenkbaar is, maar goed, binnen hun verhaal, dat je het wordt, zou het dus kunnen.
Als het zouden worden, dan zouden ze het verzwijgen. Sommigen zeggen van ik zou een kogel door mijn kop schieten. Waarom slapen wij eigenlijk in één bed? We hebben maar één bed. Homo's op tv, we zijn eraan gewend, zoals hier in de serie De Vlaamse Pot. De acceptatie van homo's lijkt dus groot. Of dat inderdaad zo is, is de vraag. Uit het onderzoek blijkt dat poterrammers denken te hebben gehandeld volgens de normen van onze maatschappij. Hartstocht en zo. Een aantal van deze jongens geven te kennen gedurende het interview dat ze verrast zijn dat zij door de politie worden opgepakt en niet hun slachtoffers. Zij denken rechtvaardig te handelen. Precies. Zij denken in een aantal gevallen dat ze het recht aan hun kant hebben. Kijk, als je dan doorvraagt en ik zeg van ja, maar denk je nu echt dat de politie dat geweld goedkeurt? Dan zeggen ze van nee, natuurlijk niet. Dat geweld vindt de politie ook niet goed en daar moeten ze tegen optreden. Maar als het gaat om het geweld specifiek tegen homoseksuelen, dan zijn ze ach, dan zijn ze het wel met ons eens. Daar gaan ze vanuit. Dat is een heel ernstig gegeven, denk ik. Ik denk dat er in de grote korpsen wordt daar heel goed mee omgegaan. In de middelgrote korpsen ook heel goed. In de kleinere korpsen, daar is het over het algemeen wat verder van de deur, heb ik het idee. Dat wil niet zeggen dat ze daar homo-onvriendelijk zouden zijn. Alleen het verhaal van onbekend maakt onbemind, denk ik, gaat wel een beetje op. Poterrammers vinden hun daden heel vanzelfsprekend en tonen meestal geen spijt. Ik had in een procesverbaal gelezen dat een jongen, die had een pinnenband om zijn vuist gedraaid, zo met van die stevige pinnen, die gevaarlijke pinnen. Daar had hij een man gruwelijk mee mishandeld. Ik vraag aan die jongen wat hij heeft gedaan en hoe hij het heeft gedaan en waarom. Wat die jongen me vertelt is, hij staat op en pakt van de kapstok zijn jas en zegt, mijn moeder heeft mijn jas al 3 keer in de wasmachine gehad. Het bloed gaat er niet meer uit. We weten nu meer van poterrammers en vooral waarom ze het doen. Wat kunnen we met die kennis? Uit het onderzoek komen 2 belangrijke aanbevelingen naar voren. De politie moet, duidelijker dan nu, geweld tegen homo's afkeuren en meer prioriteit geven aan de opsporing ervan. De tweede aanbeveling betreft justitie. Gevangenisstraf alleen is niet voldoende. Je moet de jongens confronteren met dat wat ze hebben gedaan. Ze hebben zich misdragen tegen homoseksuele mannen. Dus dat moet ook terugkomen in de bestraffing. We hebben om die reden een cursus bedacht en die zullen we aan justitie voorleggen, omdat we denken dat het goed is om deze jongens in een cursus te laten zien wat homoseksualiteit nu eigenlijk is en waarom zij zich keren tegen homoseksuele mannen. Het onderzoek zal in januari aan de ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken en WVC worden aangeboden. De betrokken bewindslieden zullen pas reageren als zij kennis hebben kunnen nemen van de inhoud van het rapport. De weg naar de invoering van een nieuwe gezondheidszorg is een lange weg vol politieke hobbels en valkuilen. Morgen vergadert het kabinet voor het laatst over het nieuwe stelsel en dan moet duidelijk zijn hoe de zorg er in de toekomst uit gaat zien. Ton F. van Dijk schetst de moeizame totstandkoming. Een gigantische operatie die heel Nederland op zijn kop zet. Te vergelijken met de Delta-werken, maar dan op het gebied van de gezondheidszorg. Het plan is genoemd naar de verantwoordelijk staatssecretaris van Volksgezondheid, Hans Simons. Hij vindt dat de gezondheidszorg in ons land veel te ingewikkeld is geworden. En daar moet het plan Simons wat aan gaan doen. Het begon allemaal in 1974, toen voormalig staatssecretaris Hendricks pleitte voor een algemene volksverzekering. Een verzekering voor ziekten waar iedereen gebruik van zou kunnen maken. Serieus werd het in 1987. Toen stelde een commissie onder leiding van ex-Philips-topman Wisse Dekker voor de problemen in de gezondheidszorg op te lossen door een beperkte ziektekostenverzekering voor iedereen in Nederland. Wie meer wil, zou daarvoor terecht kunnen bij commerciële bedrijven. De prijs voor medische handelingen zou worden bepaald door vraag en aanbod. Zo zou iedereen beter af zijn, was de gedachte. In mei 1990 tenslotte komt staatssecretaris Simons met zijn nota werken aan zorgvernieuwing. Er moet een brede ziektekostenverzekering komen voor iedereen. Wie meer luxe wil, bijvoorbeeld klassenverpleging in het ziekenhuis, kan zich daarvoor bijverzekeren. Het plan moet de komende jaren worden ingevoerd. Uiteindelijke doel, de ziekenfondsen en particuliere verzekeraars moeten in 1995 helemaal verdwijnen. Ze moeten plaatsmaken voor een volksverzekering voor iedereen. Ja, de vraag is natuurlijk, waar blijft de patiënt in dat plan van staatssecretaris Simons? Daarover praten we hier in de studio met de heer Fons Dekkers, voorzitter van het Landelijk Patiënten- en Consumentenplatform. Meneer Dekkers,
De essentie van het plan Simons is dat er in de toekomst geen ziekenfondspatiënten meer zijn en geen particuliere patiënten. Dat onderscheid, dat vervalt. Bent u daar blij mee? Ik denk dat het onderscheid een beetje verouderd is, niet meer van deze tijd. Ja. Als we nou eens gaan kijken naar dat pakket, daar heeft iedereen het over, hè? Dat basispakket voor iedereen. En we vergelijken dat eens met wat een ziekenfondspatiënt op dit moment heeft. Gaat die er in de toekomst op vooruit? Wat er precies inkomt is nog niet helemaal duidelijk, maar ik denk dat het voor de ziekenfondspatiënt ongeveer gelijk zal blijven. Ja, u kunt nog niet aangeven op welke punten het plan gaat verschillen en op welke punten niet. Zo vaag is het op dit moment nog. Ja, daar zijn nog eigenlijk geen hele duidelijke uitspraken over. Ja. En dat zal ook verschillen. Even, ja, nou even zeker. Even globaal gezien, als we nou eens naar die particuliere patiënt kijken, gaat die erop achteruit in de toekomst? Ja, dat zit er wel in. Financieel. En ik denk ook qua pakket wat hij in zijn basisverzekering krijgt. Ja. Ja. Ik heb net al gezegd, het is nog een vaag plan. Dat is ook een van de zorgen, daar wil ik het straks met u over hebben, van met name de patiëntenorganisaties. Toch zijn er wel een aantal punten al bekend. Wat zijn nou de belangrijkste punten die risico's inhouden voor de patiënt, waarop de patiënt erop achteruit zou kunnen gaan? Ja, er zijn een hoop dingen onduidelijk hoe het nou precies gaat worden. Stel, je hebt een huisarts, je gaat van tijd tot tijd naar een bepaalde specialist. En dan moet je een verzekeraar kiezen. En ja, dan weet je niet, heeft die verzekeraar nou die huisarts en die specialist in zijn pakket? Hoe gaat het dan? Moet je dat dan laten verrekenen? Nou, kortom, dat is moeilijk. Die huisarts werkt in de toekomst voor een verzekeringsmaatschappij? Ja, die sluit dus een contract met een verzekeringsmaatschappij. En je moet maar afwachten of jouw eigen huisarts erbij zit? Ja. Dus dat, misschien valt dat mee, maar hoe dat nou precies gaat, dat is niet echt duidelijk. Hoe gaat het met de kwaliteitscontrole in dat nieuwe stelsel? Er komen allerlei andere verhoudingen. En ja, die kwaliteit, dat is een ding dat ons echt naar harten gaat. En daar wordt eigenlijk heel weinig over gesproken. We weten niet hoe dat eruit gaat zien. Hoe gaan die basispakketten eruit zien? Daar hebben we net al over gehad. Wat koop je bij zo'n verzekeraar? Het wordt heel moeilijk om daar precies inzicht in te krijgen. Het zal ook al allemaal blijven veranderen. Onduidelijkheden. Ja. Je zou ook eerst toestemming moeten hebben van de verzekeringsmaatschappij voordat je iets mag ondernemen. Ja, ik denk dat voor belangrijke ingrepen, daar zal je eerst moeten vragen van kan dat? Past het in het pakket? En, ja. Ook dat vindt u een nadeel? Dat lijkt me wel, ja. Ik denk dat niet iedere verzekeraar daar op dezelfde manier mee om zal gaan. Maar het is in ieder geval een handicap, zou het kunnen worden. Ja. Nou gaat het er steeds om, bij het pakket, om aan de ene kant die verzekeringsmaatschappij, die verzekeraars, en aan de andere kant de mensen die de zorg verzorgen. De artsen, specialisten, mensen, ziekenhuizen en zo. We hebben net al gezegd, die patiënt is er nergens. Het pakket wordt in onderhandelingen tussen die twee partijen, komt het tot stand. U heeft helemaal niks te vertellen. Nee, daar gaat het naar uitzien dat inderdaad een tweepartijenonderhandeling wordt. Dat de patiënten, consumenten, ja, u en ik, iedereen eigenlijk daar een beetje buitenspel staan. Ja, je kan, zoals ze dan zeggen, met de voeten stemmen. Je kan weglopen, je kan naar andere verzekeraar gaan. Maar ook dat valt tegen. Maar als onderhandelingspartij in het geheel heb je eigenlijk ontzettend weinig in te brengen. En moet je maar afwachten. Maar wat wilt u daar nou aan gaan doen? U staat nu buiten de lijnen. Hoe wilt u nou op het speelveld komen? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat er in die hele structuur van het nieuwe stelsel, dat er een definitieve plaats komt voor de georganiseerde patiënt, consument, om de optiek, de visie die je als gebruiker van die gezondheidszorg hebt, om daar in te brengen. Maar hoe denk je dat te bereiken? Dat zal bereikt moeten worden in de eerste plaats doordat de georganiseerde patiënten, consumenten sterker kunnen worden, duidelijker een visie kunnen ontwikkelen. En daar zijn deskundigen voor nodig die dat namens de patiënten, consumenten bekijken allemaal. Daar is geld voor nodig. Voor wie krijgt u dat? Ja, en dat is het probleem. Je kunt zeggen dat in de hele gezondheidszorg ontzettend veel geld gaat naar allerlei ondersteuning. Ondersteuning van de ziekenhuisorganisaties, ondersteuning van de ziektekostenverzekeraars, van de specialistenorganisaties. Die doen allemaal heel nuttig werk, maar die bekijken de dingen vanuit één bepaalde optiek. En dat kan soms in het belang zijn van de patiënt, zoals zij het zien, maar dat is niet altijd gezegd. Dus een stuk van dat geld zou eigenlijk terecht moeten komen bij die instanties, die bureaus, die deskundigen, die alles bekijken vanuit de optiek van de belangen van de individuele patiënt. De kwaliteit die de individuele patiënt verlangt, nodig heeft. En dat gaat u allemaal bepleiten in een brief die u naar Simons gaat sturen, waarin u aanvraagt meer aandacht voor de patiëntenbelangen en B, ook een versteviging van uw eigen organisatie. Ja, we pleiten daar heel vaak voor bij de heer Simons, bij het parlement. Maar ik denk dat nu de tijd gekomen is om daar een heel duidelijke data in te stellen. En te zeggen van ja, we verdwijnen helemaal uit beeld, de gebruikers op dit moment. Het is een debat van economen. Het gaat allemaal over geld, over kosten drukken. Ja. Maar de kwaliteit, wat je nou eigenlijk krijgt met dat alles, dat is ons niet duidelijk. Goed,
Dat is mij wel duidelijk. Meneer Dekkers, bedankt.